Dus Tisse van der Akker heeft heel veel gedaan voor onze studievereniging Fides. Ik ben hier zelf voorzitter van. En Tisse, kun je wat vertellen over SV Fides? SV Fides is onze studievereniging en onder andere dit evenement hebben wij mede mogelijk gemaakt. Al onze studenten die helpen dan tijdens deze dag. En natuurlijk proberen we dan ook te zorgen dat al onze leden meedoen. En dit jaar is dat best wel goed gelukt aangezien het aantal gestegen is. En we vandaag ook nog een aantal leden gekregen hebben dankzij de markt. Dus dat was een geslaagde dag voor ons. Kun je ook wat voorbeelden noemen wat SV Fides doet het gehele schooljaar? SV Fides doet heel erg veel. Vooral studiegerelateerd. We gaan naar gevangenissen en allerlei leuke activiteiten. Binnenkort gaan we bijvoorbeeld naar Brussel, waar ook nog een leuk verslag over zal komen op de website. En het is gewoon een hele gezellige samenkomst van studenten HBO-rechten. Dus naast gezelligheid is er ook school? Ja, dat klopt. Het is vaak wel studiegerelateerd, dus iets met rechten. Dus je leert er altijd wel iets. En zoals het juridisch CT, ook in het bedrijvenmarkt, heb je een aantal voorbeelden die je kunt noemen? Bezoekjes aan allerlei Europese en Nederlandse instellingen die rechtgerelateerd zijn. Oké, wat vond je zelf van het dicté? Pittig. Ik ben blij dat ik niet meegedaan heb.